Kaats was een beetje kort. Balanta zat ertussen. Van Aken weer met Matten. Ah, goeie bal hoor. Low, mooi van Lang. Oh, lala. Geweldige goal van Gebrugge. En de eerste assist van het seizoen. En wat voor een is al op feit voor Kamal Sowa. Aarde manier waarop Lang die bal meeneemt. Rustig blijft. Matta brengt hem. Van Aken ineens. Heerlijke goal is dat. Klassige voetbal van Club Brugge. Zeker bij de genomineerden net als Ruud Vormer, Hans Van Aken, Noah Lang en Clinton Matta. En Van Aken nu wel. Ja. Noah Lang voor 3-0. Rustig gebleven en hoog in het dak van het doel gedeponeerd. Nee, Lang heeft er 2 bij gedaan. Van Aken, nog een assist. Fraai tegenover Himmelman. En dan komt hij. En de save van Himmelman, maar dan gaat hij er toch in. In de herneming is hij de man die scoort. 0-1 voor Antwerp. De vreugde is er bij de meegereisde fans. Ze hebben het voorlopig lastig gehad. Sirani die achteraan blijft. Er is iets mee om daar wat van te gaan maken. Een dikke 10 minuten zijn er nog te gaan in de eerste helft. En daar is de openingsgoal van Gano. En dan is het een hele eerste helft waarin Vossen en Gano amper in stelling worden gebracht. Daarvoor zitten de zaken ook wel goed in elkaar bij Cercle. Strafi. Lessevien en Strafi. Had het misschien in één tijd kunnen proberen met de linker. Maar daar is Gano. Hij werkt zich voorbij zijn tegenstander. En dan werkt hij af met de linker. Hij heeft vertrouwen getankt terwijl Velkovski zich een beetje uit de voeten maakt. Velkovski. Mian. Eindelijk Vitinho gevonden. En dan kijkt hij even wie is er aanspeelbaar. Voorzet Vitinho, prachtig. Ja, daar is de aansluitingstreffer. En het is wat logisch dat het gevaar dat Cercle creëert eigenlijk moet komen. Nu van op 11 meter, oog in oog met Postien. Het lukt hem. En dan gaat hij nog eens een tekening tonen op de borstkas. Dat kan hij op die manier doen. Zonder een gele kaart te pakken. En zo heeft hij 2 goals achter zijn naam staan. Nu Da Silva die wegdraait. Dat is bij momenten chaotisch, maar wel sprankelend. Vitinho. Dicht bevolkt daar, dat pak. En daar is de 2-3 zowaar voor Cercle. Dat een 2-0 achterstand wegwerkt. En zomaar even 3 goals maakt. En het is Vitinho met een inspanning. Maar Velkovski denkt... Matondo. Matondo gaat ook nog eens uithalen. En dan is er Postien en dan is er Otic in de rebound. En dat is ook nog een 4e goal. Otic scoort als invaller met zijn rechter. En dan is dat natuurlijk zuur voor de thuistribunes. Het vak met de uitfans. Moeilijk om de mensen in het blok te zoeken. En u durven gaan, zegt Kuipers. Voilà, op het signaal en dan meteen diep gespeeld. Dat leek met buitenspel. Ja, maar Batoos gaat dat verkeerd in. En hier is Raman, die moet afwerken. 1-0 Anderlecht. Jawel. En offside of niet, dat zullen we dan wel zien. Benito Raman gaat vieren. Ja. En wat deed deze Bateau? Vorig jaar even op de bank verzeild geraakt, Bijken. Maar nu toch echt wel de linksachter.
van KV. Dat is hij eigenlijk al jaren. De omschakeling bij Mechelen. Storm kan meepakken. Gaat die trappen. Ja, goede trap van Storm. En de goal van Nicolas Storm. 1-1. KV Mechelen langzij. En geweldig goed afgewerkt van de man. Ja, in vorm hè, bij KV. Dat mogen we zeggen. Zo moet je doen, Aster. Lato. Het was goed. Van Hoed. En Rafailov. Ook van hem verwachten we wat meer. Ja, ook niet echt in de wedstrijd. Olsen. Liften. En goed meegeven met Kouame. En die is ermee aan de haal. En hij heeft de kans op 2-1. En dan mag de 2-1. Christian Kouame. Op zijn thuisdebuut. Ja, 10 op 10 voor hem in die actie. Die voor Jaan tekent voor zijn eerste goal voor Anderlecht. Dan moet je al als je meer hoe lager gaan schuiven. Ook niet optimaal. Olsen, hij naar voren. Gomez, laag, tweede paal. En 3-1. 3-1. En wie? Ja, hij. Christian Kouame. Wat doet het hem deugd? Wat is hij blij? Wat valt er een pak van zijn schouders? Hij is goed vertrokken bij zijn nieuwe club. El Hadj. Voor de diepte gekozen. Wachten op steun. En Gomez. Ah, die moet gaan trappen. Gomez laag en weer Kouame. Nee, het is Murillo. Amir. Michael Murillo. En Gomez, ja, weer goed van hem. Aanvallend opzicht. Niks op aan te dingen. Ik denk dat hij hem scoort met zijn kin. Aster via de voet op de kin. Kijk, kijk. Nog eens een aanval van Anderlecht met Murillo. Doelpuntenmaker dus vandaag. Brengen. En Amuzu zoeken en vinden. En die moet het afmaken. Jawel. Francis Amuzu. 5 minuten staat hij erop. 5-1. Dat zijn wel stevige cijfers voor Anderlecht. En Amuzu met zijn tweede van het seizoen. Harwood Bellis. Zirkzee, goede controle. En nu doorspelen. Mooi gedaan. En Jari Verscharen. Die gaat hem afmaken. Het wordt 6-1. Ja, Wadden. Ja, Wadden. Jari Verscharen. Geweldig. Met zijn pijltje richting het publiek. Wat mooi van Zirkzee. Veel gelopen hebben ze wel bij Mechelen. En hier komen ze opnieuw. Met Mikhailichenko en Amuzu. Ja, ze hebben er zin in. Amuzu. En Zirkzee. 7-1. Jongen. Dit is ver onder de ondergrens van KV Mechelen. En wat zegt Zirkzee? Ah, 2 keer Kouame. Betere spijt van de scheidsrechter voor KV. Kunnen ze hier nog een doelpunt maken met Onur Kaya. Goeie vrije trap, prachtige goal. Prachtige goal van Onur Kaya. Voilà. Dat heet dan toch... Medi Bayat. Die wist al na 1 voorbereidingswedstrijd dat ze met Sorgan echt wel zeer degelijke aanwinst hadden gehaald. Chachua. Afgelegd voor Golizadeh. Golizadeh krullen en scoren. Dat mag je hem eigenlijk niet schenken. Hij heeft de tijd om een hoek uit te kiezen. Zijn eerste van het seizoen. Ja, die mag er best wijzen. Charleroi. Het verlengen door de Poitre en Bezous. Werd lichtjes gehaakt. Bal gespeeld. Vindt de scheidsrechter Lothar Dont. Vond dat Wazinski niks verkeerd deed. Golizadeh die wordt getorpedeerd door Okuru. De voorzet nog van op die rechterkant. En dan maakt Val de 0-2. Nu zit het spel op de wagen waarschijnlijk. Omwille van die al dan niet fouten op Bezous. Kums vindt Bezous niet, wel Wazinski. Soudali, 1-2 zoeken met de Poitre. En dan is daar Castromontes. Die is gevolgd. Nu wel. Kon niet blijven duren. Daar is die versnelling. Ja. Hij ging eens mee. En de aansluitingstreffer is een feit met nog 10 minuten te gaan. Alessio Castromontes. Rio met de voorzet. Nou, de Poitre krijgt hij opnieuw voor de voeten. Het spel, denk ik. De vlag blijft voorlopig beneden. En dan gaan we moeten zien. Ja, is de 2-2 gemaakt door Laurent de Poitre. Dat is een carambole natuurlijk. Spel met Sorgan. Hier, wat zeg ik, Kayembe. Sorgan, misschien nog een opraper, maar maakt volgens mij ook wel een fout. En dan gaat die bal nog binnen. Het schot van Morioka wijkt
dekt af en zo tegenvoetsbal had gepakt. En gaat Charleroi met een man minder dan toch de 3 punten mee naar het Zwarte Land nemen. Gaan we van 0-0 naar 0-1 of niet? Onder Hels gefluit. Daar komt hij. Raar, een beetje door het midden en de doelman er overheen, Dietz, maar wel tegen de netten. Het staat 0-1 voor Stannaar. En wij samen met hem. Gaat hij erin of niet? Hier komt aanloop van Paulo Nwachu en netjes Edo gedeponeerd. Dikke kwartier te voetballen nog in deze wedstrijd en Racing Genk 1-0 voor. Maar op basis van het balbezit en op basis van de kans in de eerste helft een voorsprong. 45 seconden nog. De hoekschop voor Union. Doorgekopt en de goal. De gelijkmaker. De gelijkmaker. De 1-1 helemaal op het einde. Matsu door het dolle heen. En ze gaan er allemaal naartoe. Kijk eens die fans van Union. Onwaarschijnlijk. Maar ja, het was om problemen vragen bij Racing Genk. We hebben het vaak gezegd. Onbegrijpelijk dat na de 1-0... Heeft nog wel progressiemarge. Ex Alessund in Noorwegen. Hier is Leuven met Alexis de Saar. En daar is de goal. Jawel, eindelijk worden ze beloond. Voor hun harde laveur, voor hun goede prestatie tot dusver. Kort na de pauze is het dan toch raak voor de man. Ging de bal vooral de hoogte in, niet richting de goal. Van den Dries. Tussen de lijnen. Vindt hij Alioui. Er is veel ruimte op de linkerkant en dat heeft Alioui goed gezien. Hier is Selemani, de gelijkmaker. De gelijkmaker uit het niets voor KV Kortrijk. Ja, ze hadden daarnet natuurlijk die reuzenkans. De Wala moet nog even wachten voor hij er weer op komt. En de verzorgers die zijn aan het wijzen naar de overkant. Nee, geen wissel. Dus daar is even verwarring over. Het schot hier uit de tweede lijn. Oh la 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 la. Siebe Schrijvers. Ja, ze staan met 11 tegen 10 tussen de lijnen. Omdat de Walen even naar de kant moest door dat bloed aan de knie. En ze profiteren van de numerieke meerderheid. Pieter Maat glijdt weg. En dan is Hayashi bij de bal. Een vinnige speler. Er gaat daar twee man voorbij. Nu nog voorbij Frans. Suzuki in steun. Frans met de fout is een kaart. Het voordeel gelaten. Paal binnen. Schot van Steven de Ridder. Wat een counter van Sint-Truiden. Grotendeels op naam van Hayashi. En het is Steven de Ridder die weet te scoren. En zo 0-1 voor Sint-Truiden. En dan wordt het hier even stil. Hier en daar wat gefluit.